uitgaat we op den brink van Tom. Met kiosk, oranjeboom, met hek en ook de oude jongenschool, het is gek, kraakt nog steeds uit mijn doen. Zijn tennis, ik weet nog hoe het was, bij meester Dekkers in de klas en bij Flipsen die niks kon leien. Het roodhuis met die mooie trap en ook de romka van mijn pap, die s'morgens vroeg voorbij kwam rijden. Gestikte dekens waren toen in, elektrische haai nog geen gezin, we aten heel de boerenmoes. Ik nou, hoe riek het leven is, we hoeven niet meer naar de mis en bidden nooit meer het rozenhutje. Van heister giebe van gemis, het hollie menneke en waar is, het postkantoor nog zonder Ruutje. Van s'avonds laat tot s'morgens vroeg, cafeetje het hert of Dancingbos. Wij dansten vroeger liever vast, gaven ook wel wat overlast, maar vrede netjes zoals het moos. Ik heb hun ouders nog gekend, ze kochten snoepjes voor een cent, bij André Rijnen of bij Wientjes. En Pieter Haai toen nog de spar, Dien Willems reed nog met zijn kar, wij waren toen nog kleine kindjes. En in het Zandse Veldse petje heb ik met vliegerduk gestort. Ik was toen klein en kon niet weten, ja, dat is ooit die huis aan stond. Eens in de wijk in tijd of pad, schoon onderbroek Sanno gat, de was weer met de hand gedaan. De mangel kwam eraan te pas, de lakens blekten in het gras, met zijn luchtzeep weer jok schoon. En doodgoon deden vroeger thuis, de buurt die wakten in haar huis, gewierd door hun oog afgedragen. Nou gaat dat voor professioneel, wat krijgen spullen mooi toneel, maar ligt wel in een mooie wagen. Maar is rond. De merd, oerbroek, breeschool, drie burgemeesters van Verkool, verbouwing van de boerenbond. De nonnentuin die is gered, het volk daar het zich ingezet, dan lusteren toch die hoge heren. Het gut gepaard, soms meer wat strijd, maar de bouwt zijn eigenheid, hij is toch erg te waarderen.
Het is weer eind september, dus het wordt tijd om de kandidaten voor het prestigieuze Paardwerf te gaan beoordelen. Ik heb in de Eindhovense gehoord dat er een prachtig multifunctioneel gebouw voor is en is in Sint-Tunis. En daarom ga ik persoonlijk eens polshoogte nemen of dit misschien ook wel een geschikte kandidaat zou kunnen zijn. Dus ga ik maar, ondanks de gure koude herfstdag, toch op het Paard naar het noorden, waar Wimke van Aerts ter hoogte van de peilkant mij op zal vangen om mij en mijn trouwe viervoeter door het drukke centrum van Sint-Tunis te leiden. Dag mannen, wat een weertje hè. De buurt wel als het weer wat beter weer is. Ik ga er eens af, dan kan ik afstappen. Buurten doen we wel later. Ongelukkig zeg, ze hebben nou een lift, dat hadden ze vroeger niet. Deze silo is nog door mijn vader gebouwd. Dus ik weet dat je boven op deze silo van de Nauwe Boerenbond een prachtig overzicht hebt van het hele gebouw.
prachtig gebogen worden, zeg. Daar moet ik eerlijk in zijn. Maar wat heeft het lang geduurd voordat het er stond? Had dat niet iets anders gekund? Hier in Sint-Tunis, met allemaal van die hardwerkende mensen. Stel nou, daar bijvoorbeeld de burgemeester. Ja, dan af je dan. Grond is op. Ja. Ja. Dat is wel uitgelopen. En waar gaat om de samenwerking, denk ik, dat ook altijd goed, goed gaan ons? Ja, daar moeten we meteen goed oppakken. Om er samen ook op inhoud iets van te maken. Ja. En ja, dan moeten wij goed regie opvoeren. En ze faciliteren waar nodig is. En zorgen dat het hele proces door goed blijft lopen. De timing is perfect. Wat dat betreft kan het niet missen. Wij gaan de schop in de grond steken. Met alle kinderen samen, als een beetje wil. En wat dat betreft is dit een belangrijk moment in onze collegevergadering. We gaan beginnen. Was college gistermorgen, want ik heb je niet meer gesproken, dus ik weet ook helemaal niet meer wat jullie besproken hebben. We hebben een goede vergadering gehad, ja. Vertel. En ook een belangrijke vind ik, als ik terugkijk, want we hebben gisteren, Roos had gezorgd dat het rondom de plannen klaar was. Pierre had gezorgd dat we de grond allemaal klaar en bouwrijf hebben liggen. We gaan het masterplan bouwen. We gaan ermee aan de gang. Dat is niet waar. De klap is gevallen. Dat is niet waar. Ik wil dat niet geloven. En we gaan aan de gang. Ik geloof er niks van. Er zijn al zoveel jaren. Ik ga meteen aan de gang zelfs. Ik ga nou ook aan de gang op. Oh, no, 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 no. Nou, heb je niks vergeten, zeg. Nee, nee, nee. Hou je. Echt niet? Hou je. Daar gaat een voetbalveld. Kijk dan toch! Ja, maar ik ben de burgemeester. Aan die kant moet dat weer. Ook een burgemeester kan hier even. Deze keer wel. Kijk, dat is nou eens daadkrachtig besturen. Letterlijk en figuurlijk. Druk naar voren zetten. Pressie en scoren heet dat in voetbaltermen. Nu even doordrukken en de victorie gloort. Jan, de burgemeester is aan het afdraaien. De burgemeester? Huurde de Henk. De burgemeester treedt af. Oh, dat is niet. De burgemeester heeft in de geel en af.
woensdag. Als je er niet uitkomt, moet je er professionals bij halen. Ten slotte liggen die voor het oprapen hier in het dorp. Goedemorgen, heren. Dag Henk, Sjang en Piet. Piet heet Lallin. Ja, waar zitten jullie hier toch al vroeg? Ja, nou, ja, te buurten en te bekijken. Dit is hier toch wel aan, want wij zitten naar die gebouwen te kijken dan. Oh, de bouw, ja, ja. Maar, ja. Harry Vergooy staat er bovenop nog te kijken. Oh, kijk, ja, Harry, ja, die ken ik natuurlijk. Dag Harry. Je zou dus niet van de partij zijn, hè. Hartstikke mooi. Dag meneer Pastoor. Alles goed? Buitengewoon, Harry. Geen klagen. Goede vooruitzichten. Binnenkort kan ik voor het geregeld mee naar het voetballen. Maar Harry, wat staan er eigenlijk daarboven allemaal te doen? Niks bijzonders. Ik bekijk het eens van bovenaf. Oh, jawel, Harry. Dat doet mijn baas ook altijd. Van bovenaf alles bekijken. Succes met alles waarmee je bezig bent. Dankjewel, meneer Pastoor. Ik hoop dat we elkaar bij de uitreiking weer zien. Dus Steven Nels is er verantwoordelijk voor dat de sporthal wat dieper ligt. Het blijft een invloedrijke man die tij, al is het dan niet altijd zijn bedoeling. Met mayonaise. Alsjeblieft. Een frikadelletje van 100 gram is nog helemaal een kilo van aangekomen. Dus eet smakelijk.
opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen. En kunnen dan misschien, als het echt moet, laat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Hoe is het? Uitstekend, dank u. Mooi. Ik kom u ophalen. Fijn. Ga voor. Het heeft lang geduurd, maar dat had ook iets. Hè. Dat zie je wel. Mooi is het. Mooi. Nou, kun je nog nergens nog vinden? Nee, er is geen schoorsteen te vinden, Sinterklaas. Alleen maar pijpen, Sinterklaas, alleen maar pijpen. Jongen. Ja. Helemaal geen enkele opening. Geen enkele opening, we kunnen er niet in. Het is niet te geloven, zeg. Zo'n prachtig gebouw. 15 miljoen. En niet eens een schoorsteen. Niet eens een schoorsteen. En u, Sinterklaas, wat moeten we doen? We kunnen niet naar binnen. Kom maar naar beneden. En wat dan? Nou, dan proberen we de beheerder te bellen. Dat lijkt me een uitstekend plan, Sinterklaas. We komen naar beneden. Kijk je wel uit? Jazeker. Ja. We kunnen hier via de regenpijp aan deze kant. Oké. Voorzichtig, hè? Of die. Kom nou, jongens. Jongen, ja, Sinterklaas. Het hele dak 3 keer gehad, hè? Alleen maar pijpen. Jongen, wat een toestand. Ja, het is niet te geloven. Hier in Zedun is alleen maar pijpen.
Ik niks anders. Ik pak even mijn mobieltje. Ja. Ja. En ik ga even de beheerder bellen. Doe dat, Sinterklaas. Ja, inderdaad. U heeft zijn nummer, hè? Is dat nou een iPhone of... Nee, Sinterklaas heeft nog geen iPhone. Oh nee, hè. Nee. Dat is... Zit de deur op slot? Ja. Ik weet het. Even kijken. Ja, hij zit op slot. Ja, beheerder. Wij staan hier voor een gesloten deur en we kunnen nergens naar binnen. Geen schoorsteen, geen enkele opening. Alleen wat pijpen van die domme pijpen op het dak, zeg. We willen graag naar binnen, begrijpt u wel? Nou, fantastisch. Maakt u wel voort, hè, want we zijn al zo lang bezig. Tot zo dan. Hij komt eraan, zeg. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Ja, ja. Hij komt hier. Komt hij hier naartoe? Het is te hopen. Ja, kijk, het is dubbel glas, hè? Dan kun je gewoon hem kloppen, hè? Ja, dan kun je gewoon hem kloppen. Ja, dubbel glas. Zou die komen? Ja, ik denk het wel. Wacht. Het is een heel klein mannetje, ja. Nou, zo klein is die vast niet. Ja, nou... Dan kan hij niet bij het slot om de deur open te maken, natuurlijk. Ik zie een heel klein mannetje, Piet. Ja, dat is hij. Ja, is hij dat? Met zijn vlinderstrikje en zijn bijna kale hoofd. Ja. Hij wordt steeds groter, zie je dat? Hij neemt wel ergens Sinterklaas. Christiaans beheerder. Ja, ongelooflijk. Zegt u Sinterklaas. Hij krijgt de deur niet open, Sinterklaas. Jawel. Nou, eindelijk. Och, Sinterklaas. Dag, meneer Christiaans. Sorry dat u niet binnen kon, Sinterklaas. Nou, ik ben blij dat de deur open is, hoor. Ja, maar komt u maar snel binnen met uw pieten. Nou, geweldig. Zo. Kom, jongens. Ik wil u wel vragen, zoekt u het zelf weer werk? Want ik heb het zo ontzettend druk vanavond. Nou, ook dat nog. Ja, ik heb helaas niks te doen. We hebben een uitnodiging. Ik heb goede speurpieten bij me, dus dat komt vast in orde. Nou, oké, Sinterklaas. Komt u binnen. En nou, u kunt hier u kunt rechts. Maar zoekt u het zelf weer werk. Dan loop ik... Sorry, meneer Sinterklaas. Die kant op, zo. Die kant. Lukt het wel? Die kant. Nee, Piet, kom nou. Jongen, Piet, kom. Ja, dicht. Kunt u de beheerder even bellen, Sinterklaas? Wanneer u gesloten deur? De deur is dicht. Nou, dan zet ik geen arbeidshoor aan, Sinterklaas. Jongen, jongen. Meneer Christiaan, de deur is dicht. De deur is dicht. Kaarten willen halen. Hey, daar hebben we het hier over stegen. Dat is lang geleden. Hey, Pennemans. Naar de Biep geweest? Nou, ik ben niet alleen in de Biep geweest, maar ik heb hier zo'n beetje rondgelopen. Want ik denk, ik moet een column schrijven. En ik denk, nou, dan schrijf ik hem over de opening. Opening? En hebben ze aan de muziek gedacht? Muziek? Oh. Nou, wat mij betreft geen muziek bij de opening, want dan slaan mij de stoppen door aan mijn oortoestellen, dus dat hoeft niet. Theo, zoek het maar uit met de muziek. Ik ga naar huis, ik ga schrijven. Salut. Salut. Jean de Grote, hè? Ja. Hey Frans, kom eens. Hey. Zeg het eens. Ik heb gehoord van de opening. Ja. Opening, is er wel aan de muziek al gedacht? Ja, dat weet ik niet, Theo. Dat zou ik niet weten. En bij wie moet ik dan eigenlijk zien? Even denken. Als je dat nou eens bij de burgemeester doet... Burgemeester? Dat doen wij altijd, joh. Dan ga ik hem meteen bellen. Oké. Dan ga ik hem meteen bellen. Jij blijft, wij blijven. Hallo, hè. Hoi. Goh, ze zullen toch nog geen muziek hebben? Want ze hebben mij nog niet gevraagd. En de jongste disjockey van z'n tuddes, van Laat Verkuuk misschien wel. Zo'n goeie nou, ik zou niet weten wat ze er beter moeten gaan houden. Dat snap ik niet. Dat begrip ik niet goed. Ik heb alles, van de vleten, de polka, tot de... Nou, zoek het maar uit. Laat ze maar komen. Mooi gebouw geworden, jongens. Oh, ik zou zo weer naar school willen. Hoezo, weg? Wil je even kijken?
tragische zaak. Kan ik u ergens met een dienst zien? Ik ga hier kaarten voor de 29e november. Ja. Wij hebben wel 1000 kaarten. En een hoop soorten. Landkaarten, speurkaarten. Voor het huwelijk, voor de geboorte, voor trouwerie en zo. Ik heb graag een paar kaarten voor die enorme in Ulbroek van 29 november. Oh, zulke. Ja. Ja, ja, die zullen we wel hebben. Die liggen hier. En wie, wat had ik hier? Alsjeblieft, weer, ja. Zo. Bedoel je? Ja. Ja, en daar staat 5, en daar staat 5. Als je dat nou optelt, zie je dat 10. Ja, dat krijg ik nog. Dat is 1. Dat is. Maar dat is hier trok nog in. Ja, doe het maar. Ja, ja. Zo. Bedankt. Ja, ook zo en veel plezier die in orde. En moet goed kijken, hoor. Maar Piet. Hallo. Piet had hem in 10 pasregels van 34 centen. Machine. Hoe zeg ik? 10. Oh. Kom niet zo nou. Ja. Maar prisje eraf. Dat stuk, waar is dat? Dat is de brede school, Jan. Wat? De brede school? Ja, ja, ja. Dat is niet breder als de oude landbouwschool. En ook hebben we een gebouw gekregen waarin we kunnen gaan samenwerken met heel veel partners. En daar hebben we zin in. Sporten in de Activiahal, snuiven cultuur in de bieb, kinderen krijgen onderwijs in een prachtige brede school, zelfs kunst hangt aan het plafond. Zo waren alle onderdelen van de sport, kunst en cultuurprijs het Perth onder één dak. Een geschikte kandidaat? Toch is het misschien niet een voor de hand liggende kandidaat voor het Perth. Eigenlijk is Ulbroek al een prijs op zich. Een prijs voor heel zijn tennis, waar jong en oud veel plezier aan zullen beleven. Maar het was wel goed om eens weer in zijn tennis te zijn. Ik heb het gezien, ik weet genoeg. Goh, helemaal vergeten met Piet, Henk en Sjang te beurten. En Harry zag dat het goed was. Wow.
Wat dan? Je brood! Ja, joh. En je appeltjes. Kom, hier. Opschieten dan. Hey Frans, kom eens. Kom eens hier, ja, bij even, kom eens. En nog een keer roepen. Hans, kom eens even, moeten we hebben, kom eens. Ja, het duurt te lang, Theo. Hey Frans, boven de. Frans. Ja. Kom eens even. Hey Frans, boven de, kom eens even. Kap. Ja, is goed. Ja. Pas klappen. Nog een keer meten? Hans, zet hem nog eens op. Goedemorgen, heren. Kijk, Henk, Sjange en Piet. Zonder gebit deze keer, maar in ieder geval. Goedemorgen, heren. Kijk, Piet, Sjange en Henk. Ja, Piet, je bent aan een nieuw gebit. Doe maar tussen haakjes. Ja. Ja, hartstikke mooi. Maar die ken ik gauw. Harry. Ik dacht het. Je bit schiet eruit, zie je dat? Niet te hard roepen, Pieter, schiet het er weer uit. Beginnen we? Titus Jan, de burgemeester is aan het aftreden. De burgemeester? Huurde de Henk. De burgemeester is aan het aftreden. De burgemeester treedt af. Oh ja. Daar heb ik jou. Oh ja, nog eens. Ja, ja, nou kom. Ja, vooruit. Ja. Oh, dat moet anders. Klopt het niet. Titus Jan. De burgemeester is aan het aftreden.
Zou je zelf willen gaan bouwen? Oh. Nee. Dan valt de heer Richter dan maar mee. Ja, ja. Mooi. Mooi gebouw, jongen. Nee. Ik kan het niet. Met de tent. Verdomme, dat doen we niet meer. Maak die tent eruit. Ja. Nou. Ik zou zo aan een school willen. Ben naar school, hè? Nee. Hoezo weer? Hoezo weer? Oh ja. Hoezo weer? Hoezo weer, ja. Die boom die er staan, daar waren die boom die zijn gepakt met voetbalveld, die moeten ze handhaven. Ja, die moeten ze handhaven. Als ze die opruimen... Maar dat zullen ze ook wel doen, joh. Ja. Maar die hebben ze niet gepakt, dat waren de bouwers. Was dat nou al? Maar, luister eens. Piet, burgemeester treedt af. Dat zegt hij, yes, nee, burgemeester Hek in de hele dag. Oh ja, dus. Zeg ik tegen dat niet op. Hoe zeg je? 10. Kim niet zo nou. Ja. Maar prisje eraf. Nou, dat hoeft niet, want ik moet de rekening sturen, want ik heb geen geld bij me. Oh, dat is Hendricks. ja. Oh. Kunnen we dan straks op komen halen? Dat kan ook. En dan ga je het meebrengen? Ja, dat is goed. Ja. Je vertrouwt me niet gelukkig. Nee, zo de kuil. Ja. Oh, zoeken. Ja, zo. Dan zal ik eens even kijken. Hoi, de Steven Nels is er verantwoordelijk voor dat de sporthal wat dieper ligt. Het blijft een invloedrijke man, die tij. Ik dacht het.